In verkeer is er een cruciaal verschil tussen wat goed is voor het individu en wat goed is voor de maatschappij. Enerzijds zouden we allemaal wel met de auto tot in het centrum willen kunnen rijden en voor de deur parkeren. Maar als we dat allemaal doen, staan we allemaal samen in de file. Het wordt gevaarlijk voor fietsers en voetgangers en we krijgen een stad vol met uitlaatgassen. Hoe kunnen steden autoverkeer verminderen? Wat zegt de wetenschap? De ruimte in een stad, van gevel tot gevel, is nu eenmaal beperkt. En auto's nemen daar een flinke hap uit, als ze rijden, maar ook als ze stilstaan. Als we dus extra ruimte willen, dan zullen we het autoverkeer moeten verminderen en in veel gevallen het straatparkeren moeten bannen. Het is geen politieke ideologie. Voor wandelen en fietsen heb je ruimte nodig. En we hebben die te weinig, want we hebben er veel van weggegeven aan auto's en bussen. Hoe kunnen steden autoverkeer verminderen? De meest drastische optie is allicht om auto's en vrachtverkeer te bannen. Get out! Het stadscentrum, of delen ervan, worden dan autovrij, zoals bijvoorbeeld in het Nederlandse Houten. Je zou ook verkeer dat de stad in wil kunnen laten betalen, zoals in Londen gebeurt. Het kan ook minder drastisch. Met netwerken van autoluwe straten. Daar mag je met de auto wel komen, maar de auto domineert er niet langer, is er eerder te gast. Of autovrije straten. Maar dan moeten we keuzes durven maken, want al dat verkeer samen op één hoop in diezelfde smalle straat werkt niet. Dan rijdt de auto in de weg van de fietser, die uitwijkt en een gevaar wordt voor de voetganger. En dan heb ik het niet eens over alle nieuwe vormen van vervoer, zoals de snelle elektrische fiets, de bakfiets, hoverboards en wie weet in de toekomst wel robots die kleine pakketjes of pizza's aan huis komen leveren. Wetenschappers zijn het erover eens dat verkeer in en naar steden moet georganiseerd worden volgens het zogenaamde stopprincipe. Dat wil zeggen, eerst een oplossing voor stappers en trappers en dan voor openbaar vervoer en privaat verkeer. Maar kijk om je heen, het is meestal nog net omgekeerd. En dat rechtzetten vergt politici met de moed om te kiezen. Niet alleen in woorden, maar vooral ook in daden. Hoe doe je dat concreet? Wetenschappers hebben de voertuigen ingedeeld in 6 families. Van langzaam en licht naar snel en zwaar. Voetgangers zijn de eerste familie. De tweede familie zijn de fietsachtigen. De derde zijn lichte gemotoriseerde voertuigen enzovoort. Al die verschillende families samen in één straat past dus niet. En daarom wordt voor elke straat wel overwogen één familie als maat genomen voor de inrichting en de snelheid in die straat. Omwille van de veiligheid kun je zoiets mengen met één familie lichter en één familie zwaarder. Naast de snelheid krijgt die laatste dan bijkomende beperkingen opgelegd, zoals een inhaalverbod, maar ook eventueel de verplichting om bepaalde veiligheidstechnologie aan boord te hebben, zoals dode hoekcamera's of een automatisch remsysteem. Met 4 van dergelijke type straten kun je een efficiënt netwerk uitbouwen voor alle voertuigsoorten in je stad. Dat verloopt vlotter en veiliger dan wat we nu doen. Het gevolg van al die keuzes is dat je natuurlijk niet meer overal in de stad met de auto kunt komen en ook voor de deur kunt parkeren. Gaan we de auto en het parkeren voor de deur niet missen? Wel, dat blijkt in de praktijk nogal mee te vallen. In Kopenhagen bijvoorbeeld heeft men de parkeerstroken omgevormd tot fietsroutes. Zoveel jaar later rijdt er nauwelijks nog gemotoriseerd verkeer en toch bruist die stad als nooit tevoren. De sleutel van dat succes was starten met het maken van keuzes voor alternatieven voor de auto en soms ten koste van de auto. Goede voetpaden, goede fietsroutes en dat allemaal aangevuld met een snel en efficiënt openbaar vervoer. We moeten keuzes durven maken en breken met het en-en-en-beleid, wat dan uiteindelijk leidt tot straten waar iedereen door elkaar rijdt. Durven we gaan voor zo'n duurzaam en leefbaar model, ook als dat ten koste van de auto gaat?